Ja, daar zijn we. We zijn live. Hallo, Boekeloeren, de vijfde livestream. Hartelijk welkom. Wordt gestreamd op 8 kanalen van verschillende bibliotheken van Biblionet Groningen. Leuk dat jullie kijken. Gast vandaag is Auke Hulst, schrijver van het boek Kinderen van het Ruigeland. Hartelijk welkom. Auke, wij gaan over het boek praten. Dat is het uitgangspunt. En verder zien we wel waar we terechtkomen. Ik weet dat je op dit moment ook toert met een programma over Amerika in verband met de aanstaande verkiezingen. Nou, heel erg getoerd wordt er niet. Want, dat kan bijna niks. Maar ik ben wel eens in een theater te zien. Ja. Toevallig mocht iemand morgen in Amsterdam zijn, in het piepkleine theatertje De Rode Bioscoop. Juist. Ja. Er zijn nog een paar kaarten volgens mij. Kijk. Morgen De Rode Bioscoop, dat is er maar gezegd. En we gaan het over Kinderen van het Ruigeland hebben. En we hebben een half uur en misschien komt het te sprake, want ik vind dat heel erg interessant. In principe, wij kunnen een half uur met elkaar in gesprek zijn. Het kan ook goed zijn dat de Boekeloeren leden vragen stellen via de chat. Doe dat vooral, want dat is de bedoeling. Wij worden erop gewezen door een ratelende Remington. Nou ja, een typemachine. En als wij denken van dat komt nu niet uit, want we zijn met iets anders bezig, dan ruften wij de vraag weer weg. Maar jij mag dat dus gewoon, hij ligt hier midden in dit boslandschap. Maar ik ben een heel goed opgevoede jongen. Nee, dat is helemaal niet waar wat ik nu zeg. Het is schandalig, maar ik moet om iedere scheet in het boek lachen. Ja, dat is. Er zitten er wel een paar in, hè? Ja, er zitten er een paar in. En ruft is ook een mooi woord. We gaan beginnen. Ja. Hartelijk welkom. Kinderen van het Ruigeland, Auke Hulst. De vragen die al op de Boekeloerenpagina op onze reacties op onze filmpjes zijn binnengekomen, daar pak ik er gewoon een van, omdat ik die leuk vind om mee te beginnen. In 2012 heb je dit boek geschreven. En Judith Roffel vraagt, zou je het verhaal nu anders geschreven hebben? Als je hem in 2020 geschreven zou hebben. Nou, ik zou hem sowieso anders hebben geschreven, omdat ik inmiddels een ander mens ben en een andere schrijver vooral ook. Ik heb in de tussentijd heel veel boeken geschreven en met elk boek ontwikkel je je. En hopelijk ontwikkel je als mens ook een beetje. Er is nu een heruitgave, dus de 20ste druk, een jubileumuitgave. En in het kader daarvan heb ik hem eens een keer helemaal herlezen, wat ik normaal niet doe met mijn werk. En wat me opviel was hoe gedetailleerd het was qua tijdsbeeld, maar ook qua hoe er gesproken wordt door jonge mensen in een bepaalde periode in dat bepaalde deel van Groningen, waar dat boek speelt. En ik denk dat ik was daar best veel van kwijt. Dus ik heb het op het goede moment geschreven wat betreft de voorraad herinneringen. Ik zou het ook nu denk ik wat filosofischer hebben geschreven. Ik weet niet of het daardoor beter was geworden. Maar in elk geval anders. En ja. Je zegt, had je het later geschreven, waren je herinneringen minder scherp geweest. Ja. Maar je hebt ook, volgens mij staat het ook in het nawoord van deze feestelijke 20ste druk, je had het ook niet eerder moeten schrijven. In 2005 is het je alles gevraagd. Schrijf dat verhaal eens op. Ja, ik had toen een verhaal geschreven naar aanleiding van een Japanse film. Ik schreef toen over film voor Vrij Nederland. En dat was een Japanse film die ik iedereen kan aanraden. Nobody Knows van Hirokazu Koreeda. En dat is een film over vier jonge kinderen die in de Japanse grote stad in de steek worden gelaten door een vlierenfluiterende moeder. En ik keek naar die film en dat maakte nogal wat los bij me. En toen zei mijn redacteur bij Vrij Nederland, zei, je moet daar een verhaal over schrijven. Dat heb ik toen gedaan. En toen belde dus meteen een uitgever van, ja, dit is gewoon een boek, wil je dat gaan doen? Ik dacht, maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Zowel niet qua emotioneel nog niet, maar ook gewoon als schrijver nog helemaal niet. Dus toen heb ik nog... Ja, en emotioneel nog niet, dat betekent, je had waarschijnlijk nog, toen had je te weinig afstand tot de materie. Ja, en dat kan in zo'n artikel dat ook nog gedeeltelijk over een film gaat, kan dat wel. Maar als je al dat verdriet en al die woede in een boek gaat stoppen, dan krijg je een heel lelijk boek. Ja, hier zit voldoende afstand en voldoende betrokkenheid. Ja. Terwijl je wel al, ik citeer even iets waar ik een ezelsoortje bij gemaakt heb. We hebben het hier over Kai, het personage in het boek. Maar Kai zegt daar al dat hij eigenlijk al begonnen was met styleren, met het schrijven van zijn leven. Jij wilde ook zelf, als kind wist je al wel, ik wil schrijver worden. Ja. Wist je ook al, dit verhaal, mijn eigen leven, is een verhaal? Nee, want het heeft best wel een tijdje geduurd. Ik ben begonnen met schrijven toen ik een jaar of 12 was. En toen ben ik eigenlijk alleen maar science fiction gaan schrijven en ik wilde science fiction schrijver worden. Dat ben ik met een soort van omweg ook geworden.
want in heel veel van mijn werk zitten heel veel science fiction elementen. Maar wat je wel, als je heel veel leest en heel veel schrijft, dan die techniek neem je ook mee in hoe je praat over je leven. Dus als je iemand een verhaal vertelt over... En soms is het ook een probleem trouwens hoor. Ik ga nu van even een zijpaadje. Ik had laatst, toen het nog mocht, ik zit bij een boekenclub met een aantal vrienden en kennissen. En we hadden een boek gelezen van een Italiaanse schrijfster, Claudia Durastanti. En zij is in een best wel arm gezin opgegroeid. En zij schrijft heel mooi over wat dat betekent om in andere omstandigheden op te groeien dan de meeste mensen. Ik zei daar iets over, want eigenlijk hebben we het daar nooit over. Wat betekent armoede nou eigenlijk voor je ontwikkeling, bijvoorbeeld? En je verhouding tot geld? En toen zei iemand, ja, maar jij bent daar best heel open over. Ik zei, ja, misschien in mijn boeken. Nee, ik zeg ook als je erover vertelt. Maar dat is dus niet waar. Ik heb mezelf aangeleerd om sappige anekdotes te vertellen. En dat is natuurlijk ook een beschermingsmechanisme. En dat is ook dat stileren. Je hebt er gewoon een bak met sappige anekdotes, waarvan mensen dan denken, oh my god, really? Really? Je gaat die techniek beheersen. Ja, je gaat die techniek beheersen. Maar je blijft weg bij, zeker in gesprekken met anderen, in literatuur kun je dat dan wel aanraken, wat dat nou eigenlijk betekent voor je emotionele ontwikkeling, voor hoe je in de wereld staat, je afstand tot andere mensen. Ik voelde ook toen ik ging een poging doen tijdens die leesclub om daadwerkelijk te vertellen wat dat met je doet. En ik voelde meteen, ik voel dus nu meteen afstand. Ik voel nu, maar zij zei, maar dat is onterecht, want wij kijken helemaal niet anders nu naar jou. Ik zei, nee, maar jullie maken die afstand niet, ik maak die afstand. Jij neemt afstand. Ik neem afstand uit een soort van, ik ben mezelf erop aan het wijzen dat er iets wezenlijk anders is. En dat zijn ook overwegend vrienden uit, gewoon uit hele keurige en culturele gegoede kringen. En ik heb iets anders meegemaakt. Je bent iets andere aanloop gehad. Ja. Wat een fijn bruggetje is naar een andere vraag die van tevoren gesteld werd. En die koppel ik aan een vraag die je zelf gesteld hebt. Karin Bus zegt, ik mis het verhaal de instanties. Kinderbescherming bijvoorbeeld. Waarom waren die er niet of heb je die weggelaten uit het boek? Vraagt zij nog. Jij vraagt zelf in een van jouw filmpjes. Stel, jij als lezer had in die omgeving gewoond, geleefd, gewerkt. Ja. Had je iets gedaan? Had je iets ingegrepen? Dit ontaarde gezin had dat geen hulp van buitenaf nodig? Ja, ik ga nu een heel lang antwoord geven als je het niet erg vindt. Ik grijp wel in als het te lang duurt. Of we horen de typemachine ratelen. Ja. De tijd en de plek zijn wel eigenlijk wel bepalend voor het geringe ingrijpen van instanties. Sowieso de tijd. In die tijd waren ze op scholen veel minder alert op wat er gebeurde. De kinderbescherming was veel minder alert op wat er gebeurt in gezinnen. Dat is echt heel erg veranderd. Eigenlijk waren de jaren 80 nog best wel een beetje Wild West. En voor de jaren 80 was het helemaal Wild West. Jullie situatie? Nee, ik bedoel gewoon de situatie van gezinnen waar het anders gaat dan anders. Überhaupt? Dus de maatschappij was gewoon nog een beetje meer Wild West. Ja. Het feit dat het op het platteland van Groningen gebeurt, een beetje afgelegen in een bos uitzicht. Dat uitzicht maakt heel erg veel uit. Als het bij de buren in het Rijtjeshuis ernaast is, is het natuurlijk alweer anders. Ja. Het feit dat wij een gezin hadden, een atheïstisch, een beetje alternatief gezin, omringd door voornamelijk gereformeerden, in elk geval christelijke families, wat dan ook al een afstand schept, dat heeft een rol gespeeld. Maar ook iets heel specifieks is dat mijn moeder heel erg goed is in de schone schijn ophouden. Die kon... Die moeilijke zomer, die uitgebreid beschreven wordt, daar moet je haar moeder in de kroeg, in Slochteren, en maar ook op straat en in de winkels. Zij moet op een geweldige manier iedereen hebben kunnen voorliegen dat het prima ging bij jullie thuis. En ik heb daar met heel veel mensen ook wel over gesproken. Toen ik het boek aan het schrijven was, heb ik de kastelein gebeld. Om eens te vragen, oké, hoe zat dat nou?
En hij zei dat ook. Ja, je moeder kan dat gewoon ontzettend goed. Ik had, vlak nadat het boek uit was, had ik een optreden bij de bibliotheek te Hoge Zandsappermeer. En die ligt naast de middelbare school. Waar ik tot mijn zeer geringe vreugde enige jaren heb moeten doorbrengen. En bij dat optreden kwam mijn oude conrector, die inmiddels heel oud was, meneer Jonker, die kwam binnen schuifelen en die zat in het publiek. En toen werd deze vraag ook gesteld, waarom deed de school niks? Ik zeg, nou, we pasen hem door naar meneer Jonker, daar zit hij. En die sprak toen de legendarische woorden, weet je wat het is? Je moeder is een hele charmante vrouw. En zij dachten wel van, er is wel wat aan de hand, maar mijn moeder had, ze kan zo... Het is ook een hele charmante vraag. Nou ja, zo heb je haar ook getypeerd in het boek. Ik bedoel, de manier waarop ze met deurwaarders omgaat, die gewoon onverrichte zaken weer vertrekken. Nee, soms zonder auto. Of zonder auto, dat ze hem overnam. Ja, want ze komen voor de schulden, maar ze laten de auto achter en die dan op de pof gekocht is. Ja. Absurd. Ja. Overigens werd er op jouw vraag, zou je ingegrepen hebben als je in deze situatie als je erbij in de buurt was? De antwoorden daarop zijn ook wel, ik hoop dat ik het gedaan zou hebben. Het is vast heel erg moeilijk, want wat zie je ervan op school? Iemand zegt, Mariska Venema, als leeftijdsgenoot had ik waarschijnlijk niet ingegrepen. Dat was lastig geweest. Ja. Maar die snapt dan weer niet dat de school niet ingegrepen had. En die zegt ook, opa en oma. Ja. Maar dat is een heel boek ook, hoor, nog. Maar ik wil iets zeggen ter verdediging van de mensen die niet hebben ingegrepen. Mm-hmm. Ik heb één keer een heel interessant, ja, optreden was het eigenlijk niet. Ik ben geïnterviewd door de verzamelde jeugdzorg van de provincie Friesland. Want die vinden het natuurlijk een hele interessante case study. Wat moet je met een gezin waar dingen verkeerd gaan, maar waar je ook het gevoel hebt dat ze misschien ingrijpresistent zijn. Dat ze in de contramine schieten en vinden. Ik had een heel interessant gesprek. En eigenlijk was... Ik moet even een zijpaadje maken. Er is ook een hele interessante recensie geschreven door een emeritus hoogleraar opvoedkunde, Jo Hermans van de UvA. En die ging het dus vanuit zijn vakgebied dat boek bespreken. En die zei, dit eigenlijk moet, vond ik trouwens heel fijn, eigenlijk moet iedereen in dit vakgebied dit boek lezen, vind ik ook. omdat je kunt zien dat ingrijpen bij sommige gezinnen eigenlijk misschien wel meer schade toebrengt dan niet ingrijpen. Want dat betekent bijvoorbeeld, er is grote kans dat die kinderen uit elkaar gehaald worden. Mm-hmm. En eigenlijk was zijn conclusie hier, hoewel wat daar gebeurt niet goed is, is het misschien toch beter geweest, is het beter dat er niet is ingegrepen. Deel je die conclusie? Ja, 100%. Maar, oh. We hebben een vraag, weliswaar een vastlopende typemachine, maar zullen we even naar een vraag van ja. Mus Mees zegt, je zou het dus nu minder ruig schrijven. Is het daarmee eerlijker? Is het dan eerlijker? Als je het minder ruig zou maken? Nee, dan is het niet eerlijker. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar het is ook naarmate je verder afkomt van de situatie, wordt het natuurlijk automatisch minder eerlijk. Ik wil iets aanhalen wat een schrijver die heel grote invloed op mij heeft gehad, Jack Kerouac. Die schreef volgens een principe dat hij spontaneous prose noemde. En zijn doel was om zo dicht mogelijk op het moment te vangen in proza dat er echt heel dicht op zit. Daar speelde hij wel een beetje vals mee, hoor. Maar, en daar ben ik eens over gaan nadenken. En hij had het dan voornamelijk over zijn belangrijke boek On the Road. De grote roman over onderweg zijn in Amerika. Maar dan denk je, ja, maar Jack, je hebt die reizen in de jaren 40, begin jaren 50 gemaakt. En dat boek is uit 1957. Je hebt het weliswaar in 3 weken geschreven, maar wel pas in 1957. Dus in hoeverre pak jij hier het moment en het gevoel? In hoeverre is dit allemaal alleen maar echo en nabeeld? Ja. Ik denk wel, hoe verder je wegkomt, je wint aan perspectief en je wint misschien ook aan levenswijsheid en rijpheid. Maar het wordt ook, er gaan sowieso jaren van stileren in je hoofd al overheen. En
En heel veel verwaterd gewoon. Maar dat brengt ons eigenlijk terug naar vraag 1. Namelijk dat jij het perfecte moment gekozen hebt. Je was er aan toe om het te vertellen. Ja. Emotioneel was je het de baas. Ja, en het was nog niet zo ver weg dat je het helemaal ging. En technisch was ik het, denk ik, was ik op het punt dat ik het kon. Gewoon technisch als schrijver. Als schrijven, want ja. Het is best een hele ingewikkelde materie om te hanteren. Iets wat je trouwens als beginnend schrijver ook al tegen je uitgever zei, dat vond ik ook grappig. Het was toen bluff misschien, maar je zei, wacht op mijn vierde boek. Ja. Dat ga je verkopen. Dat bleek dan toen te zijn. Ja, dat is wel misschien een beetje. Dat was wel een beetje bluff. Ja, maar toch. Maar ik wist wel dat het mijn vierde boek zou worden. Ja, dat is precies. In die zin was het ook niet helemaal bluff. Ik denk dat je gewoon weet dat je tijd nodig hebt om te rijpen als schrijver. Ik had wel gemerkt hoeveel reacties ik kreeg op dat stuk dat ik voor Vrij Nederland had geschreven. Dus ik wist wel, oh boy, daar zit iets. Dat wil men wel. Ja. Zullen we even nog weer naar een vraag van een van de leden die ze al van tevoren op de pagina hebben gesteld. Dat vond ik ook wel interessant. Je hebt zelf een keer gezegd, ik herinner me Titus Broederland, dat het meest het dichtste bij je staat. Ja. En deze vraag komt van Mariska Venema, die zegt, wat gek, want Kinderen van het Ruigeland is 95% autobiografisch, zeg je zelf. Ja. Dan moet dat toch nog veel dichter bij je staan? Nee. Voor wie, en ik herinner me Titus Broederland niet kent, het is een boek dat speelt in een andere wereld, in een andere tijd. Eigenlijk een tijd buiten de tijd en een wereld buiten de wereld. Een soort van over science fiction. En het gaat over tweelingbroers die leven in een wereld waar tweelingbroers voor duivelskinderen worden aangezien. Het gaat heel erg over buitenstaanders. En het fijne aan fictie, echt pure fictie, is natuurlijk helemaal niet pure fictie, super autobiografisch dat boek, is dat je jezelf de vrijheid geeft. Eigenlijk zei je, fictie is een mooi kamerscherm dat je voor jezelf neerzet en dan kun je daarachter naakt zijn. Dus je kunt dingen aanraken die je niet zo makkelijk kan aanraken als je voor het kamerscherm in je blote kont staat. Als het ware. Ik weet niet of deze analogie helemaal klopt, maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt en ik snap daarmee ook dat je dus in, ik herinner me Titus Broederland, dat je daar dingen in hebt kunnen stoppen die nog dieper uit jouw ziel komen dan in een verhaal wat weliswaar autobiografisch is, maar wat je ook autobiografisch moet houden en je wilt de dingen weer geen geweld aan doen. Dus je hebt de beperkingen van de werkelijkheid. Ja, maar wat er ook speelt is, er zit een x-aantal jaren en een paar boeken tussen die twee boeken. En de wijsheid, als wijsheid die ik in die jaren heb opgedaan over hoe die verhoudingen tussen kinderen zijn en hoe het is om een buitenstaander te zijn of je een buitenstaander te wanen in een wereld die vol is met mensen die eigenlijk helemaal niet kunnen begrijpen waar je vandaan komt. Dat heb ik daar nog wel allemaal in kunnen stoppen. Dus ik heb in die tussenliggende jaren wel nog weer van alles heeft aan groei en rijping. Rijpen. Ja. We gaan even kijken hoor. Marieke Venema, hey, wat was de motivatie van de heer Hermans om te beweren dat niet ingrijpen beter was? Ja, dat was de man van de UvA. We moeten even een stapje terug, want Mariska wil dat weten. Zijn motivatie was dat je hebt een bepaald soort gezinnen die. Even kijken hoor, hoe ik dit ga uitleggen. De meeste gezinnen die in problemen komen, dat zijn vaak gezinnen een beetje aan de onderkant van qua sociale klasse een beetje aan de onderkant, maar ook bijvoorbeeld qua opleidingsniveau. En ons gezin is een beetje raar, omdat het aan de ene kant economische armoede op zeker moment, maar het is geen culturele armoede. En we zijn ontwikkelde mensen allemaal, mijn moeder ook, gestudeerd. En het probleem van dat soort mensen is dat ze om zichzelf te beschermen, ze heel erg goed zijn in het bouwen van rationalisaties. En die rationalisaties zijn van het slag, wij zijn anders, want wij zijn beter. En tegelijk ook een
begrip van, oké, als hier wordt ingegrepen, wat zijn daarvan de consequenties? Wat je net al zei, ja. Broer en zussen uit elkaar. En dat betekent dat dat soort gezinnen zich veel actiever zullen verzetten tegen ingrijpen. Ten eerste omdat ze het onzin vinden, omdat ze zichzelf bewijs gemaakt dat ze beter zijn, ja, dan anderen. En omdat ze de gevolgen niet willen. Dat zijn ook woorden die je moeder letterlijk in de mond legt. Hè? Die moeder zegt ook tegen haar kinderen, maar ja, wij zijn wel beter. Wij zijn wel beter. Er wordt weer getipt, Temmie heeft ook een vraag. Ben je er ooit achtergekomen waar Socrates de kat en alle andere katten gebleven zijn? Of wil ik dat eigenlijk niet weten? Dat kan ik vertellen. Socrates die in het echt Aristoteles heette. You heard it here first. Aristoteles. Och, wat een figuur was dat zeg. Die heeft later nog heel lang bij mij gewoond. Een aantal katten hebben nog heel lang bij mij gewoond. 3. En die zijn op een zeker moment van ouderdom gestorven. Sommige zijn naar andere gezinnen gegaan. Van sommige weet ik het inderdaad niet wat ermee gebeurd is. Maar in elk geval, ik weet niet meer eens hoe ze allemaal heten in het boek. Maar ik had er op zeker moment 3. Orson, genoemd naar de science fiction schrijver Orson Scott Card. Aristoteles, oftewel Socrates. En Elfie. En niet vernoemd naar het liedje What's It All About, Elfie. Maar naar Elf, de rare beest uit de comedy-serie. Yeah. Van die weet ik dus wat ermee gebeurd is. Die zijn bij jou gebleven, die 3. Ja. En later ook, ze zijn eigenlijk een beetje rondgeshopt in de familie hoor. Want ze hebben ook nog wel weer bij andere familieleden gewoond. Zoals dat gaat. Zoals dat gaat, met katten. Ja. Nou, er zit een hele verschillende dingen met dieren heel veel, in. Heel veel weet ik het niet. Nee, dat is er zoveel zijn. Ik heb ook op een boerderijtje gewoond waar katten wel eens niet meer terugkwamen. Ja, dat waren wel vrij veel, ja. Ik vond het verhaal met de cavia die op de bagagedrager doodgevroren is ook. Terwijl je zusje nog zo hard getrapt heeft om op tijd bij de dieren te zijn. Wat vind je van de pony die zichzelf heeft opgehangen? Ja, maar dat is ook, ik vroeg me af of dat waar was omdat het zo'n mooie metafoor was. Van je draait de touw. Helaas is het allemaal waar. Het is nog waar ook. Ik wil eventjes, dat heeft puur met de tijd te maken. Is ook geen, op dit moment geen echt nieuwe vraag. Ik wil eventjes naar de personages, 4 personages. Je broer en jij en je 2 zussen in de werkelijkheid. Die komen aan het eind van het boek, krijgen we te horen hoe het met ze gegaan is. Ja. Redelijk naar analogie van de werkelijkheid, als ik het goed begrepen heb. Ja. Je haalt je moeder op uit Frankrijk. Op dat moment. Want ja. Sindsdien is er weer van alles gebeurd. Uiteraard, dat komt in een volgend boek. Ja, of niet? Of niet. Van je moeder zeg je in de allerlaatste regel van het verhaal dat ze eigenlijk alweer plannen aan het maken was. Ik weet het niet letterlijk, doet er ook niet toe. In haar blik lag de uitdrukking van een biasklant die na een mislukte poging alweer nadacht over de volgende uitbraak. Je moeder heeft haar dagboeken uit haar periode in Frankrijk aan jou ter beschikking gesteld. Ze heeft op haar manier toch wel degelijk meegewerkt aan dit boek. Ja. Maar ze is de enige eigenlijk onveranderde factor in het hele boek. Jullie hebben een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Jullie zijn ook kinderen, dat zeggen we altijd. En daarna ook nog weer. En daarna nog weer door, wat je net al zei. Je moeder is vrij constant. Ja. Nog steeds? Nog steeds vrij constant, ja. Je schrijft, hoewel ze jullie nauwelijks tot nu heeft opgevoed, ongelooflijk liefdevol over haar, dankzij de afstand die je hebt. Ik ben benieuwd of ze dat zelf ook vindt. Zij vindt dat misschien niet. Maar okay. Mocht ze kijken, ik vind dat uw zoon ongelooflijk liefdevol over u schrijft. En je hebt een liedje over haar. Ja. En een van de dingen die je gezegd hebt is, al dat gepraat en gepraat over literatuur, er moet wel muziek bij. Ik vind dit een mooi moment. Hier is de gitaar. Even, ja, precies. Nu had ik wel dus niet gerepeteerd. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja. Over je moeder dus. Dit liedje gaat over mijn moeder en het heet Vlinders. Stil nu. Kijk, dan vergeet ik dus mijn tekst. Hè? Dat zie je met zometeen zien. Nee, ik weet het wel. Stil nu. De auto snelt weg in de nacht. Moeder zit achter het stuur. En wij houden de wacht. Vlinders
vieren de vrijheid van wind. Gaan langzaam dood achter glas of in de hand van een kind. Laat ze zijn wie ze zijn. Accepteer de pijn. Luister, ze jagen wanhopig op haar, rijden in stoet door het dorp en wij kijken ernaar. Vlinders geloven alleen in de wind. Altijd op weg naar een plek waar geen mens haar nog vindt. Laat haar zijn wie ze is. Accepteer het gemis. Dankjewel. Auke, we gaan... er zijn maar heel weinig mensen, dus klap dan ook wat harder. we moeten puur door de tijd langzaam maar zeker naar het einde. God, dat gaat snel. Ja, dat vliegt voorbij. Och, ja. Waar ik aan het begin eventjes over begon, wil ik... daar gaan we toch naar terug. Kinderen van het Ruigeland, een prachtig boek, indrukwekkend boek. Volgens mij heeft iedereen ervan genoten. Wie het nog niet gelezen heeft en toch kijkt, lees het alsnog. Lees ook zijn andere boeken. En onder andere, en daar wil ik nog heel eventjes heen, als dit zo doorgaat, is een verhalenbundel die op jouw initiatief is samengesteld, gaat heel erg over Amerika, het Amerika van nu. Je hebt daar zelf ingeschreven, het normalisatiebureau. Ik heb het verhaal vanmiddag pas gelezen, moet ik je bekennen. En ik dacht, daar moeten we het heel even over hebben, want je bent dol op Amerika, op haar liefdeverhouding, denk ik. Je bent er veel geweest, je hebt er gereisd. En je treedt daar nu ook mee op. Je vertelt over het Amerika van nu en de ontwikkelingen daar. Ja, nou, wat ik doe is... ik was toevallig een paar dagen geleden in de bibliotheek van Purmerend. Hey. En dat was op een verkiezingsavond waar mensen gewoon benieuwd zijn naar hoe zit dat eigenlijk, dat land in elkaar? En hoe zit dat met die verkiezingen? Ik was daar en Laila Frank, Amerika-deskundige. Maar ik speel in een theater, speel ik een soort theatershowtje, moet ik zeggen, met heel veel muziek. En dat gaat over onderweg zijn in Amerika en hoe het daar is. Het gaat trouwens ook een beetje over waar ik vandaan kom en de verbanden tussen die twee dingen. En dan speel ik ook heel veel muziek die ik daar heb geschreven. Op jouw reis van oost naar west? Ja. Wat is je vraag? De vraag is eigenlijk, omdat je dat in aanloop naar die verkiezingen nu veel doet. Ik las vandaag weer een stukje in de krant van iemand, Tim Snijder, Meijer, sorry. Die zegt, als Trump deze verkiezingen wint, of gewoon niet accepteert dat hij ze verliest, dan is het gebeurd met de democratie. Jij bent een behoorlijke kenner op het gebied van Amerika en wat daar politiek gezien gebeurt. Jouw normalisatiebureau, dat verhaal, dat is eigenlijk de vraag. Dat is een angstbeeld voor de toekomst. Ja, maar dat is eigenlijk een verhaal dat niet eens zozeer over Amerika gaat, maar over elke plek waar sprake is van een verrechtsing en een bepaalde afkalving van het publieke discours. Mm-hmm. En het gaat ook over hoe mensen onder de druk van bepaalde ideeën leven, onder censuur en vooral ook onder zelfcensuur op zeker moment. Ik wil wel iets zeggen over als de democratie dan ophoudt in Amerika. Heb je nog een half uur?
Nee, maar vat dat eens heel kort samen. Want dat is toch ook wel een beetje wat ik in het normalisatiebureau lees. Ja, ik lees verrechtsing. Ja, ik lees mensen die zelfcensuur opleggen. Maar het is ook een soort einde van de democratie. Het is neerleggen bij het. Het is wel een hele linker situatie die er nu is. Een periode waar ik me echt wel zorgen over maak is, stel dat Joe Biden ruim wint. Stel dat Joe Biden wint. Dat is eigenlijk best waarschijnlijk. Dan gaat Trump, als het close is, gaan ze als een malle overal rechtszaken voeren om de legitimiteit van die overwinning te ondermijnen. Als Joe Biden ruim wint, dan zal Trump, en daar heeft hij zijn achterban al jaren rijp voor gemaakt, gaat dan zeggen, ja, it's rigged, it's stolen, ze hebben jullie bestolen. En dat zijn mensen ook met heel veel wapens. De bewapening van zowel milities als mensen die bang zijn voor milities, worden heel veel wapens verkocht nu op het moment. En dat is heel zorgelijk. De maanden tussen de verkiezingen en de inauguratie, dat worden de gevaarlijkste maanden, denk ik. Ja. Maar als Trump wint, dan is het wel redelijk gedaan met de democratie zoals we het kennen. Denk ik, want dan heeft hij namelijk geen. Dan is het alle remmen los. Denk ik bij hem. Met zijn persoonlijkheidsstoornis. Geen vrolijk slot, maar dat is inderdaad wat ik. Maar ik denk dat Biden wint. En ik hoop dat hij ruim genoeg wint om. Dan wordt het nog wel een paar maanden echt heel lelijk. En reken op wat schietpartijen en rellen. Vervelende, kinderachtige. Rechtszaken, reken erop dat hij niet gaat erkennen dat hij verliest. Dat is echt een novum. Ja. Dat is zo tegen tegen elke ongeschreven regel in. Maar dat is alleen al tegen het bestaansrecht van de democratie. Het is een. Voor mensen die met persoonlijkheidsgestoorde mensen te maken hebben gehad, is het heel erg duidelijk dat hij heel erg persoonlijkheidsgestoord is. Zijn achterban ziet dat niet zo. Het zou me echt hoogst verbazen als hij op verkiezingsavond, als hij flink verloren heeft, lekker gaat bellen en zeggen gefeliciteerd Joe. Nee, dat gaat hij niet doen. Ja, veel succes. Vanaf volgende week weten we meer, maar rottige maanden staan er aan te komen. Dank je wel. Nou ja, dat sowieso. Dank je dat je de gast wilde zijn in Boekenloeren. We moeten ophouden. Dank je. Ja. We verheugen ons op je volgende boek, want dat gaat er zeker komen. Ik niet onder de bus kom. Kom niet onder de bus. Oké. Dankjewel, Auke Hulst. Dank je. En je mag plaatsmaken. Zo werkt het in Boekeloeren. Ja, jij bent hier natuurlijk voor het eerst, maar ik doe dit voor de vijfde keer. Dus hij mag plaatsmaken voor Marion Leertouwen. Zij noem maar baas Boekeloeren. Want we kijken toch alvast heel kort vooruit naar de zesde aflevering Boekeloeren. Wat gaan we lezen? Wat gaan we lezen? Ja, heel erg leuk. De komende maand is het Nederland leest. En Nederland leest is de campagne van Bibliotheekland. En ieder jaar is er een bepaald thema. En dit jaar is het, moet ik het heel goed zeggen, groot geschiedenis, kleine verhalen. Nee, net andersom. Kleine verhalen, grote geschiedenis. Maakt niet uit. Het is een heel mooi thema. Gaat over familiegeschiedenis. En ieder jaar wordt er dan ook een boek weer uitgegeven. Dat is een speciale uitgave. En die gaan we lezen. En dat is... Judith Koelemeijer, Het zwijgen van Maria Sagan. En dan heb jij ook al de speciale editie die nu vanwege Nederland leest. Klopt. Ja, dit boek dat is dus een geschenk, een cadeautje voor alle leden van de bibliotheek. Dus niet alleen voor Boekeloeren leden. En dat ligt vanaf maandag in stapels in de bibliotheek. En mensen kunnen het gewoon ophalen. Gratis, een cadeautje. Gratis en voor niks? Ja, precies. Dus die is voor mij? Nou nee, want er zit een embargo op, Arno. Eigenlijk, ja, ik laat het gewoon wel zien, maar je mag het nog niet hebben. Nee, helaas. Wanneer begint Nederland leest? 2 november. Maandag. Nou ja, eigenlijk zondag, maar er zijn de meeste bibs dicht. Ja, goed, maandag haal ik hem op en jullie ook allemaal aan mij lezen. Wanneer is de volgende livestream? Livestream 2 december op een woensdag weer. Het wordt een Boekeloeren special, want ja, Judith Koelemeijer hier in de house is natuurlijk ook fantastisch. Ter gelegenheid van Nederland leest. Ja. Oké, 2 december, volgende Boekeloeren livestream. Judith Koelemeijer gaan wij lezen. Het zwijgen van, hoe spreek je dat uit? Maria Sagea. Maria Sagea. Ja. Tot dan, dankjewel. Okay. Dit was Boekeloeren.